We staan hier op de AFOS Tennis Clinics en ik sta hier met Marcella Mesker, voormalig tennistopper. Vertel eens, als je zo terugkijkt op je carrière, wat staat je dan het meeste bij? Nou ja, eigenlijk dat ik de 10 beste jaren van mijn leven toen heb gehad. Dus zeg maar tussen mijn 18e en 28e. En ik ben nu, behoorlijk over de 50. Dus dat is een tijd geleden, maar dat waren de mooiste jaren uit mijn leven. Hoe was het moment van stoppen dan voor jou? Dat was bij mij eigenlijk vanwege een blessure. Ik speelde 1986 op Wimbledon, baan 13, tweede ronde. En ik stond te winnen, dus ik was dicht bij ronde 3. En ik scheurde mijn kruisband van mijn rechterknie. Ik moest opgeven die wedstrijd. Wist op dat moment nog niet hoe erg het was. Kwam ik een dag later achter. Werd binnen een week geopereerd. En was 8 maanden uit de running. Toen was ik een jaar of 27. Dus dan ben je al over de beginfase heen. Dus dat zette mij wel tot nadenken. Dus je kan zeggen dat die hele grote blessure die ik toen opliep, indirect toch al het einde van mijn carrière betekende. Ja, en hoe was dat? Dat was natuurlijk alsof je wereld instortte. Dan zet je alles op alles om weer terug te komen, terug te knokken, operatie, revalidatie. Je moet dan weer onderaan de ladder beginnen. Ze hadden in die tijd nog niet in de tenniswereld de protected ranking, want ik stond 35 in de wereld toen het gebeurde. En 8 maanden later was mijn ranking gezakt naar 180. Dus ik moest overal weer kwalificatie spelen. Vond ik niet leuk. Heb het wel gedaan, dus ben nog tot op zekere hoogte teruggekomen. Maar ben toen wel heel erg gaan nadenken over mijn carrière na de sport. En had eigenlijk onbewust al afscheid genomen van de sport. En hoe heb je toen die omslag gemaakt naar een maatschappelijke carrière? Heel veel denken. Heel veel praten met mensen. Ook in de periode dat ik 8 maanden geblesseerd was, veel andere dingen gedaan. Ik schakelde bijvoorbeeld met een vriendin samen één culturele dag in per week. Dan gingen we naar het museum. Of ik ging ook wel eens naar een klassiek concert. Want ik dacht van ik ben toch op een hoop vlakken wel achtergebleven. Ook op sociaal vlak. Hè, want je bent natuurlijk voortdurend met jezelf, met je topsport bezig. Ik ga eens naar het café. En hoe is dat dan? Hè? Dus daar moest ik ook heel erg aan wennen. Dan drink je een drankje met vrienden. Alle mannen, vrouwen zitten elkaar dan zo aan te kijken. En dan zo'n spel. En daar voelde ik me zeer oncomfortabel in. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. Dus ook die sociale kwaliteiten. Daar leerde ik toen wat van. En daar ging ik mee aan de slag. En zo heb ik dat langzaam een beetje opgebouwd. En toen dacht ik van ik kan dat eigenlijk best wel. En ik kwam een beetje in aanraking met de journalistiek. Werd gevraagd door de NOS om eens naast Heijnse Bakker destijds te zitten. De tenniscommentator, als co-commentator. Ja, en zo ben ik dus heel langzaam een nieuwe carrière begonnen in de sportjournalistiek. En nu, hoe gaat dat nu? Ja, dat blijkt toch wel een hele goede zet te zijn geweest. Want nu, bijna 30 jaar later, doe ik dat eigenlijk al ongelooflijk lang. Ik denk dat ik een van de allereerste oud-topsporters ben geweest die op televisie als commentator, als verslaggever aan de slag is gegaan. En gelukkig zien we er nu veel meer. Dat was het begin. Ik heb ook cursussen gevolgd om mezelf verder in de persoonlijke ontwikkelingen te onderrichten. Want buiten mijn gymnasium had ik niet gestudeerd. Ik heb heel erg veel mijn ogen en mijn oren opengehouden. Goed opgelet hoe mensen die ik bijzonder vond, hoe die hun leven indeelden of van wie ik wat kon leren. Ik ben ook heel veel bestuursfuncties gaan bekleden. Daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. He, want een bestuur, dan moet je ineens stukken gaan lezen. Je moet ergens een mening over hebben. Je moet vergaderen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat lijkt heel simpel. Maar dat is voor een topsporter op zo'n moment best moeilijk. Dus daar ben ik ook langzaam in gegroeid. Dus ik heb heel veel dingen aangepakt. Ben ik gaan doen met enthousiasme, met passie, met inzet. Ja, en dat heeft gewoon heel goed uitgepakt. Ja, en nu ook met een functie bij NOC-NSF, hè? Ja, ik zit sinds 2 jaar in het bestuur van NOC-NSF.
Ik heb daarvoor 8 jaar in de adviesraad voor de sport in Den Haag gezeten. Dus daar heb ik eigenlijk het NOC-NSF, maar dan in het klein meegemaakt, gemeentelijk niveau. En NOC-NSF is natuurlijk op landelijk niveau. Dus ook daar moet je eerst ervaring op doen en zo kun je groeien in je rol. En hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt, kunnen we ook zeggen. Ja, en tot slot, heb je nog tips voor sporters die eraan zitten te denken om te stoppen? Dat gaat niet van de een op de andere dag dat je die beslissing neemt. Veel erover praten. Voor mij is heel belangrijk geweest dat ik toch ook wel goede mensen in mijn omgeving had. Een soort van mentor. Iemand die hoeft niet altijd ouder te zijn, hoeft niet een familielid te zijn. Maar iemand die op gebied van loopbaanplanning of op gebied van communicatietrainingen of personal trainingen. Die in dat vakgebied bijvoorbeeld wat doet. Om iemand als mentor te zoeken en daarmee te klankborden. En die kan de juiste vragen stellen. En door de juiste vragen op je af te krijgen, ga je nadenken over wat jij wil. En wat uiteindelijk je eigen identiteit los van die topsport is. En voor vandaag nog op de AFAS Tennis Clinics. Gaat het zelf dan ook nog te kriebelen? Nee, dat niet. Ik speel nu weer 1 keer in de week, train ik lekker. En dat vind ik meer dan genoeg. En voor de rest sport ik op de sportschool. En zwem ik veel. Marcella, dankjewel. Graag gedaan.